Honderden nationale en internationale artiesten staan weer op de podia van de Gentse feesten. Omdat de organisatie de nadruk legt op plaatselijk talent, krijgen de lokale artiesten meer aandacht dan gewoonlijk. Maar welke plaats hebben ze eigenlijk op deze feesten? Een zeer belangrijke plaats uiteindelijk. Ik denk dat die wisselwerking zeer belangrijk is. Je kan natuurlijk, en dat verkoopt altijd goed, iets wat uit het buitenland komt, zou altijd beter moeten zijn. Het werd ook omgekeerd, als wij in het buitenland spelen, zijn we ook weer beter dan de plaatselijke binnenlandse artiesten. Wat maakt het uit? Eigenlijk slaat het nergens op, maar het is gewoon het imago, het etiket wat eraan kleeft van een act uit het buitenland. Dat maakt om een of andere reden altijd meer indruk. Bij ons absoluut geen internationaal artiesten, grote kleppers, toestanden. Er zijn genoeg evenementen waar bekende groepen kunnen optreden. Hier is het bij ons op de Roetmaat vooral nog onbekende, goede kwaliteitscoverbands een kans te geven voor podiumervaring op te doen, om ontdekt te worden, om te kunnen doorbreken. Hè. Dat is ook ons doel, dat doet ons deugd. Ik weet nog, als ik klein was, dat ik vroeger naar de Gentse feesten ging en dat ik altijd naar zo de straatanimatie ging kijken en circus en zo, vond ik altijd super plezant. Dus ik vind dat wel iets heel belangrijk eigenlijk. Maar ik heb altijd heel mijn leven een klein beetje het gevoel gehad dat het toch een beetje knokken is om hier te staan. Want vroeger mochten wij geen muziek gebruiken en zo, dus we hebben ook wel wat last gehad. Langs de andere kant hebben we er wel elk jaar staan, is toch gelukt en hebben we ons altijd zeer geamuseerd. En als u de keuze zou moeten maken op een affiche, internationaal artiest of een lokale? Beiden. Ik zie jaarlijks op de Gentse feesten soms artiesten dat ik elk jaar zie terugkomen, maar dat ik wel graag zie en ik vind het eigenlijk wel vrij plezant. En dat moet zeker gesteund worden, maar internationale artiesten is vooral voor een beetje variatie en zo. Bijvoorbeeld de Polypolis, Zuiders, dat hoort erbij, vind ik. Dus dat mag zeker ook.